En de Nola Hatterman Art Academy zal haar diensten verder uitbreiden naar de districten. Dit vanwege de vraag en belangstelling vanuit de districten zelf. Dit zei Sunil Poljoen, coördinator van de Nola Hatterman Art Academy. Het ligt volgens hem in de bedoeling om er zo gauw als mogelijk werk van te maken. Nu kan men alleen in Paramaribo terecht voor de opleiding tot kunstenaar. Kijk, wij denken heel ver. We willen zelfs hebben dat Nola zich moet gaan decentraliseren binnen de districten. Omdat je zeker, de vraag is zeker gekomen. Dit is niet de eerste keer dat die vraag is gekomen. We zijn binnenshuis bezig om te kijken van hoe wij de academie kunnen decentraliseren. Zoals jullie weten heeft bijvoorbeeld een Nola Hatterman nalatenschap in Brokopondo, het huis van Nola zelf. Die willen wij gaan restaureren, zodat het stukje van Nola daar gedecentraliseerd is. Dat het daar kunstonderwijs gegeven kan worden voor het district Brokopondo. Want uiteindelijk heeft Nola daar gewoond, het huis is er. Maar er moet voorwerk gedaan worden, zodat een bepaalde dingen op gang gebracht kunnen worden. Dus het is wel in de wandelgangen. Alleen kan ik niet zeggen van hey, morgen of over een jaar is het gerealiseerd. Het heeft een bredere, grotere aanpak nodig. En wanneer je het doet, doe het dan goed. Zo niet, doe het niet. Het doel van de vakantieschool is om talenten te ontdekken en ze te interesseren te kiezen voor de academie. Alle aspecten van kunst komen aan de orde tijdens deze vakantieschool, zodat de kinderen genoeg hebben om uit te kiezen. Bij de afsluiting kregen de ouders de gelegenheid de kunstwerken van hun kinderen te bewonderen. Het is volgens Clifton Braam, onderdirecteur van het directoraat cultuur, belangrijk om jongeren bewust te maken dat kiezen voor kunst als professie niet verkeerd is. Jongeren besteden tegenwoordig heel veel tijd op en aan social media. Maar we moeten ze ook kunnen interesseren voor kunst en cultuur. Daar ligt volgens Braam een schone taak voor zijn departement kunst en cultuur. Ik denk dat we veel moeten gaan werken aan die awareness. Veel informatieve programma's, educatieve programma's. Inderdaad, kinderen hebben dus nu andere dingen waarnaar ze uitkijken. Social media, de telefoon, iPad, noem maar op. Waardoor op een andere manier spelen met elkaar een beetje vervaagd. Maar daar, net daar is nou de weg. Net daar is voor cultuur een taak weggelegd, maar natuurlijk ook samen met de begeleiders, samen met de ouders. Maar de ouders moeten natuurlijk ook daarbij gaan helpen en stimuleren. Omdat je kunt zien soms heel vroeg dat een kind bepaalde talenten heeft. En dan moet je dat helpen stimuleren. Dan moet je op zoek gaan naar de juiste plekken waar zo'n talent gestimuleerd kan worden. En dat proberen wij ook te doen. We zijn blij, kijk maar, een geweldige opkomst. In deze tijd, zoals u aangeeft, waar de technologie andere dingen wil doen met kinderen. Maar kijk maar, en ze hebben hier naar uitgekeken en we gaan het verder uitbreiden. Vandaar dat we ook zeggen, we moeten daadwerkelijk nu gaan naar een richting voor kunst en cultuur. U hoort enkele reacties van een paar deelnemers aan deze vakantieschool. Wat ga je dan verder doen met je tekening? Ik wil misschien een dagelijkse kunstenaar worden en displayen. Misschien weer een expo hebben hier. Ik weet het niet, ik ben gewoon excited. Ik kijk gewoon naar wat inspiratie van andere studenten ook. En dan ga ik wat een beetje van wat ik leuk vind ook erin zetten. Andere jongeren inspireren om ook naar Nola Hatterman te komen, want je leert goede dingen hier.